Het kabinet wil de wet werken naar vermogen invoeren. Een wet die vriendelijk klinkt, maar voor mensen met een arbeidsbeperking keiharde gevolgen heeft. Waar gaat het om? Het kabinet zegt mensen die langs de kant staan aan werk te willen helpen. Dat juichen wij toe. Maar wat ze werkelijk doet, is een kille bezuiniging doorvoeren. Die mensen niet aan werk helpt, maar de armoede inwerkt. Wat wil het kabinet? 70.000 banen in de sociale werkvoorziening voor mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking worden geschrapt. De deuren naar de sociale werkplaatsen gaan op slot. Het kabinet maakt ons wijs dat met een beetje subsidie en coaching deze mensen massaal door het bedrijfsleven worden aangenomen. Maar de subsidies voor coaching en begeleiding worden gehalveerd. En in de praktijk blijkt dat slechts 4% van de werkgevers deze mensen in dienst neemt. Als de plannen van het kabinet doorgaan, zitten binnenkort dus veel mensen met een arbeidsbeperking thuis in de bijstand. Veel meer nog dan nu. Weg nuttig werk, weg zelfstandigheid. Maar het kabinet heeft nog een verrassing in petto. Want het wil ook nog eens fors korten op de hoogte van de uitkering. Hierdoor dreigen honderdduizenden mensen buiten de samenleving te vallen en in de armoede te belanden. Met de gelijktijdige afschaffing van de WAJONG raakt dat ook driekwart van de jong gehandicapten. Ook zij vallen in deze steeds lagere bijstand en verliezen een flink deel van hun uitkering. 1 op de 3 verliest zelfs alles. Kortom, het kabinet komt met onlogische, asociale plannen en laat kwetsbaar Nederland meedogenloos vallen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Help ons de desastreuze wet werken naar vermogen en het verlagen van de bijstand van de baan te krijgen. Laat kwetsbaar Nederland niet vallen. Ga naar laatzenietvallen.nl. FNV. Sociaal beleid werkt beter.